wij zijn specialisten op het gebied van audio, video, digital signage en commerciële showbelichting. Ik ben op zoek naar een contact altijd bij architecten of studiebureaus. Wat is de moeder van iemand? Goedemorgen Lies, het is nog vroeg. Wat gebeurt er hier bij de BNI, de Geuzen van Ternat? Ja, elke vrijdagochtend komen wij hier samen. Wij zijn hier van 7:30 tot 8:30 om ja, mekaars business te geven. Allemaal ondernemers vanuit de Vlaamse rand. En vandaag is een speciale meeting. We hebben ze in een roos tintje gestoken, in A Touch of Pink. En we hebben er ook op de fiets, doorgebracht. En waarom? Ja, ik ben al 2 jaar dat ik acties onderneem voor de organisatie Think Pink, die toch lotgenoten die met borstkankers te maken hebben, ondersteunt. Waarom? Omdat ja, 2 jaar geleden werd ook bij mij borstkanker vastgesteld. Ik ben daar heel goed van afgekomen. En ja, om de dames die het veel minder goed hebben of die echt wel een lijdensweg hebben, ja, die wil ik echt wel ondersteunen met deze actie. Het is ook de bedoeling om fondsen te verzamelen, want ja, ik fiets in september van Noord-Nederland naar Antwerpen met nog andere dames, een 60-tal dames. En elk team, we zijn een team met 3 dames, de Racepinkers, kan je trouwens op Facebook volgen, moet zelf eigen fondsen inzamelen. En ondertussen is het ons, want ik ben helemaal niet alleen die fondsen inzamelt, al gelukt om toch al een €7.390 op vandaag in te zamelen voor Think Pink. Een organisatie die echt wel wat doet voor lotgenoten. Uw collega's van BNI, waren die enthousiast en wat hebben ze nu ook gedaan? Ik had eerst gezien, ja, hier staan spinningfietsen in de zaal, hier waar wij iedere week vergaderen. En ik dacht van, goh, ik zal eens 1 vergadering op de fiets zitten. Ik heb dat hier verteld en er waren heel veel collega's die direct zeiden, ja, maar ik wil ook op de fiets zitten, ik wil ook op de fiets zitten. En zo hebben we dat eigenlijk toch wel een goede georganiseerde vergadering kunnen halen, waar iedereen, ja, op de fiets heeft gezeten. En zij hebben ook, er zijn er verschillende die mij gesponsord hebben, maar ik besef ook dat elke onderneming wel zijn eigen goede doelen heeft. Dus maar het is wel heel fijn om gesteund te voelen. En ja, dat iedereen hier vandaag zo toch wel in het roos gekleed was ook wel fijn. Dus het geeft mij een heel warm gevoel en mij vleugels letterlijk om in september 400 kilometer te fietsen voor Think Pink. Maar dit is ook nog voor herhaling vatbaar? Ik ben nu de 2e editie. Vorig jaar fietste ik van Amsterdam naar Brussel, ook een organisatie van Think Pink. Want zij organiseren van die dingen gewoon om op die manier fondsen binnen te halen. Zij zijn een onafhankelijke organisatie, die leven niet van subsidies. En zo kunnen zij ook soms af en toe meer op tafel kloppen dan andere organisaties. Voor herhaling vatbaar, voor mij is het ondertussen de 2e keer, het 2e jaar op rij. Ik ben nog maar 2 jaar geleden geopereerd, gisteren trouwens. Was het, ja, ik noem het een beetje de verjaardag, de start van de nieuwe Lies die op dit moment, die tot vanaf nu met 1 borst door het leven gaat. Niet versieken.